onze hulp en verwachting. Zij voor dit bijzondere ogenblik in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouwe houdt in der even eeuwigheid, nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, de Almachtige, door Jezus Christus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zingen van de derde psalm, het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij haft mijn hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Psalm 3, het tweede vers. Schriftlezing is uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met vers 18,
Vooraf luisteren we met eerbied en aandacht naar het voorlezen van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Als dan de Heere verstond dat de Fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reizen, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de 6e ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is, die tot u zegt: Geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem: Heere, gij hebt niet om mede te putten, en de put is diep. Vanwaar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft eruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem geven zal,
die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. We wilden over deze welbekende geschiedenis samen gaan denken, in de hoop dat de Heer u vanmorgen zelf dit woord nieuw maakt. U kunt het middelpunt, dacht ik, weer vinden in het 4e vers, waar u al dus leest, en hij moest door Samaria gaan. En we gaan met elkander overdenken, Christus weg door Samaria. En we zien hem gaan in de eerste plaats als een gehoorzame borg. Hij moest, omdat zijn vader werk voor hem heeft. In de tweede plaats, hij gaat door Samaria als een wachtende borg. U moet niet zo denken dat het is die vrouw wacht op Christus. Dat lijkt alsof het vandaag zo is. Alsof er één mens is die aan de put zit aan de Jacobsbron en die zegt, ik wacht al jaren. Dat is een evangelie, dat kunt u nergens in de Bijbel vinden. Er is maar één evangelie en dat is, hij wacht. En hij moet wachten. En dan moet die vrouw komen. En dan moet u heus niet denken dat die vrouw komt met een begeerte, mijn ziel schreeuwt naar God. Dat lees ik ook nergens in de schrift. Die vrouw die heeft maar één begeerte, die heeft er watervat op de schouder. En die zegt, mijn ziel schreeuwt naar de zonde. En dan is er één die zegt, en dan schreeuw ik naar u. En omdat hij verlangt naar haar, wordt zij zalig. En in de derde plaats een onderwijzende borg. En dan begint hij met gewoon water. En dan gaat hij zo hoe langer hoe meer alles uit de vingers slaan. En op plaats komt hij waar hij wil wezen. En hij zegt, vrouw, en nou uw man, en nou hier. Zegt, heren, die heb ik niet. En gelukkig, als je daar komt. Tegenwoordig hebben ze allemaal mannen. Maar als je daar terecht komt, dan zegt, heren, dat mis ik nou. En ik hoop dat vanmorgen in de kerk zo iemand zit die zegt, Heere, nou mis ik een borg voor mijn ziel. En waar ik nou geen borg voor mijn ziel heb, ben ik het ongelukkigste wezen. En dan gaat hij ze onderwijzen. En dan lees ik, en de put was diep. En ik hoop dat je bij die diepe put, waarin die borg put, zonder emmer, de vrouw te drinken geeft. En hij drinkt ook. Straks is er iemand en die zegt, is er iemand die hem te eten en te drinken gegeven heeft? Ja, hij gedronken. Hij heeft de schuld van de vrouw weggedronken. En hij heeft de honger van de vrouw gegeten en al laat hij het brood staan en zij het watervat. En dan hoop ik dat u vanmorgen alles eens thuis laat. Uw watervaatje, laten we maar zeggen je schilderswerk, je winkeltje, je koeien. Ik hoop dat het dus allemaal aan de kant blijft staan. En dat er een oog is voor hem alleen. En dan moet ik u wat meedelen, geliefde, wat zeer smartelijk is. Het kleinste kind uit het gezin
van de familie Verhoef is gisteren doodgereden voor huis. En wat dat voor dat gezin is. En ik hoop dat het voor jullie ook wat wordt. En vanmorgen naar huis gaat en zeggen, lieve God, dat je nog niet één van mijn schaapjes uit mijn kooi weggehaald hebt. We vragen de Heere om zijn zegen. We hebben samen gezongen, Heere. Het was moeilijk te zingen bij verdriet. Bij een smart die zo groot is, dat zelfs de vrienden van jou betuigen dat ze 7 dagen op de aarde zaten en niet één woord spraken, omdat de smart groot was. En om nu te zingen bij smart, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Ge zijt mijn eer, gij zijt mijn vast vertrouwen. Het is onmogelijk, o God, dan kan de natuurlijke mens niet zingen. En als die het zou kunnen zingen, dan zou alles van binnen in opstand komen en zeggen, het is niet waar. Is het waar, zou God weten van mijn droevig lot? Zou dan de allerhoogste van mijn klagen en mijn bittere rampen kennis dragen? Hoe kan het waar zijn dat God liefde is en dan zo? Hoe kan het waar wezen, ik riep God niet vruchteloos aan. En hoe nu, Heere, zelfs uw kind geoefend op de school des geestes, is het nog een onmogelijke zaak om het te leren, alleen maar als u in de dadelijkheid zelf tegenwoordig bent, waar u getuigt meer dan een moeder troost. En als u betuigt in het hart, ik ben u meer dan een kind, dan kan het. Dan wordt de lege plaats vervuld. Dan worden tranen gedroogd. Dan wordt de smart geledigd. Er blijft dan maar ene vraag over. Waarom dat gezin? En waarom niet een ander gezin? Waarom niet bij ons? En als het een persoonlijke zaak wordt, waarom niet bij mij? En als het nog meer persoonlijk wordt, wat hebben die arme schapen gedaan? Ik heb gezondigd, ik heb een huis. En om dan met de koorden der veroordeling onder u te komen en uit te roepen, zo gij in terecht wilt treden, o God, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, Heere, ik kan niet bestaan. Wil u dan vanmorgen onder die indrukken uw woord uitschrijven? En waar zo menigmaal het woord langs ons heen gaat, dat dan vanmorgen dit woord ons eens mogen betrekken bij de waterfontein van Jacob. En waar die waterfontein dan ook is, misschien vanmorgen hier in de kerk, een plaats van de ontmoeting, waarin gij zegt, ik zal daar tot u komen. En dan zal ik spreken tot u van boven het verzoend eksel. Wil u dan met deze en gene dat onderhoud houden door uw woord en door uw getuigenis? En wil u ze eens aan de haak uw liefde slaan en gevangen nemen en spreken met deze of gene over schuld en over zonde?
een mens van nature wil niet. Zoals die vrouw niet wilde, zo willen ook wij samen niet. We hebben maar één verbazing, dat er één zit die we er liever niet zagen. Een Jood in een Samaritaans land, een Jood die we niet kennen. Maar als we dan door genade onderwezen worden, en het mag worden, ziet een mens die mij alles gezegd heeft, wat ik gedaan heb, waar het niet meer wordt een man, maar wordt het de man. Als het wordt de hoogste profeet die spreekt en die onderwijst. En u hebt u al zo menigmaal gesproken, o God. En u hebt al zo menigmaal onderwijs willen geven, ook in dit kleine deeltje van uw erfje. Uw voetstappen zijn er doorgegaan en er zijn voetstappen die zijn weggevaagd. Maar er zijn ook diepe indrukken van voetstappen die nooit meer worden uitgewist. Want bij dit gezin en naast dit gezin zit nog een gezin en het is al een poos geleden, maar die diepe voetstap van u staat er nog onuitwisbaar en de grote vraagtekens reizen dagelijks nog naar de hemel toe. O God, waarom, waarom toch? Heere, gezegd in uw woord, een wonderlijk iets na deze zult gun het verstaan, als het dan maar aan deze zijde van het graf is, om uw wonderwerk te mogen leren verstaan. En kon het zijn aanbidden, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zoude eren en billiken. De week is voorbij gegaan. De week heeft zich afgesloten en er is een deur geopend naar een nieuwe week en het is uw dag. Het is een week waarin veel gepasseerd is, verborgen en geopenbaard. Er zijn veel woorden gewisseld, er is gesproken. Misschien is er ook gebeden. Misschien is er een binnenkamer geweest waar wij geen weet van hebben, waar deze of gene moeder in het verborgene in haar keuken op de vloer gekropen heeft, waarin een vader op zijn arbeid het werk niet wilde lukken. Heere, er is een week voorbij gegaan waar alleen u van weet. Een week vol moeite, een week van smart, een week van tranen, een week van zuchten, een week van schuld en een week van ellende. Heere, er is in het midden der gemeente nog een kind opgenomen in het ziekenhuis. En dan gedenken we de familie de Jong, waar hun dochtertje opgenomen werd, geopereerd werd. Heere, ze mag er nog wezen. En in het licht van dat andere zware verliezende bewonde, zij wel, een ander niet. Lieve Heere, wil geven dat die ouders klein worden. Zo klein, zodat ze mogen uitroepen, ik ben geringer dan uw weldadigheden en dan uw betrouw. Heere, onder die indrukken hebben we samen uw woord overdenk. Moeilijk, onmogelijk. En u moet u door Samaria gaan. En waarom? Om één mens, om een schuldenares, om een verloren mens, om aller afschraapsel en uitvaagsel. U moet, en waar u uw voetstap zet, druipt het al van vet, doet u het al ten zegen dijen. Zegen overal waar het woord gelezen, waar het gepredikt wordt. Zegen het ook in dit morgenuur, als we het samen in deze gemeente mogen overdenken. Laten de overdenkingen bij u zoet mogen wezen en de uitkomsten
goede verheerlijken zijn. Laten we het watervat eens laten stilstaan. Het vrome vat en het goddeloze vat. Het vat waarvan alles in zit. Laten we eens niet meer denken aan aards drinken, aan aards eten. Maar leer u ons eens alles vergeten, aan uw voeten neer te zitten. Om onderwezen te worden door die hoogste leraar, die grote profeet. Zegen hem dan die vanmorgen dit woord mag overdenken met de gemeente. Een oud woord, laat het worden een nieuw woord. Uit genade in de vergiffenis aller zonden en schulden. Amen. Zesde en het zevende vers, de koningen, hoezeer geducht, zij met hun heieren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. En waar het dan over gaat, gelieden, dat is de buit van het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de hand. En dan staat er een woordje bij wat we wel eens overslaan. Schoon niet mee uitgetogen. En dan straks, als ze bij de tichelstenen vandaan komen, gelijk een duif door het zilverwit. En dan straks ver boven andere vogelen pronken. Psalm 68, 6 en 7. Eenmaal wordt er van u een gave gevraagd.
Lezen in Gods woord, gelieden, vele malen, dat Christus Jezus zich ingelaten heeft met vrouwen, en dan met name met vrouwen van zeer lichte zeden. En dan denk ik in het bijzonder in de eerste plaats aan die venen, de zonderes. De geschiedenis bij u allen bekend. Simon de Melaatse is dankbaar. Hij weet echter niet wat een verbroken hart is en wat een verslagen geest is. Want immers, dat is het offer wat een Heer alleen maar welbehagelijk is. Hij maakt de maaltijd der dankbaarheid. En dan worden de uitnodigingen uitgestuurd her en der. Straks ontvangt Christus ook een uitnodiging. En dan is het uur der dankbaarheid daar. Dan gaan de deuren open. En dan komen de rijke gasten allen in het huis van Simon de Melaatse. En dan leggen ze zich op hun plaatsen terneder. En ook Jezus. En al dan Simon de allerbeste plaats gekozen heeft naast Christus Jezus, dan kan het feest der dankbaarheid beginnen. Echter, er is nog één plaats leeg, en op die ene plaats wil niemand zitten, ook niet Simon. Het is aan de voeten van Christus, en het is als met heilig heimwee dat de borg wacht. Immers, zijn vader heeft hem gezegd,
dat straks een bruid zal binnenkomen en dat is een bruid zal versieren, gelijk een duif door het zilverwit. En het is alsof de borg de spijzen laat staan en dan in ene keer, en welke ontroerende stonde, daar gaat de deur open en daar komt ze. Een vrouw van zeer lichte zeden, een vrouw met loshangende haren, maar in haar hart en in haar handen draagt ze het medicijn van de liefde tot de borg. Zwijgend aan zijn voeten, zalige plaats geleden, ik zal de begeren met u eenmaal aan die voeten mogen neerzitten, met een dichter uit te roepen, Heer, geef me die plaats, want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed misdreven. Wat doet ze een lieflijk werk? De tranen van smart vloeien en blijven in Gods fles vergaard, worden over zijn voeten uitgestort met haar lange haren. En welke vrouw kent ze nog? Met haar lange haren op de knieën, waar ze de voeten van de dierenborg kust, waar ze ze afdroogt met haar haar. En kijk, dan komt de hele hel los, moet u altijd goed onthouden. Wanneer de kerk op de plek is, dan komt de hele hel openbaar om die vrouw, als het ware van de plaats af te brengen. En al moet dan de godsdienst meehelpen om het vuur aan te stoken. Zelfs Simon, de dankbare man, die roept het uit, indien deze wist wat voor een vrouw hij aan zijn voeten heeft. Wel, hij vult het niet in, maar hij zou de gezegd hebben, die vrouw is het waardig om in de bodem van de hel neer te zinken. En kijk, dan komt die borg en die staat op en hij zegt, Simon, ziet u die vrouw liggen? Die vrouw die u waardig keurt dat ze in de hel moet. Simon, ziet u die vrouw met haar lange haren aan mijn voeten? Weet u wie dat is, Simon? Dat is mijn bruid. Dat is die parel die straks geslepen wordt om ingeplant te worden in mijn middelaarskroon. En al dan heel de kerk straks zingen gaat, Simon, dan zal die vrouw boven iedereen uit zingen de buit van het overwonnen land is ook mij in de hand gevallen, schoon ik niet uitgetogen ben. En dan gaan de deuren vanzelf open naar deze geschiedenis. Ziet u die vrouw? Jonge meisjes in de kerk, jonge jongens. Zie je die vrouw zitten bij de waterfontein van Jacob? Zie je hoe ze met haar verwilderde haren, als haar teken van haar lichte zeden, in dat uur naderen, het zesde uur, ziet u hoe ze komt, nee niet, om Christus te zoeken. Ziet u hoe ze er watervat neerzet. En gelukkig, lieve moeder, als je watervat mag neerzetten, om het nooit meer op te nemen, als je zat geworden bent van het drinken uit de waterfonteinen der schuld, om nu voor eeuwig te drinken uit de waterfonteinen die daarop bruisen uit de stilte der eeuwigheid. Zie je die vrouw, jongens?
een hoer. Zie je die vrouw? Niet waardig om ernaast te gaan zitten. Zie je die vrouw? Een schuld tot aan de hemelpoort en een diepte in het hart van ongerechtigheid als een afgrond die nooit te verruffen is. Zie je die slet? Zie je dat uitvaagsel? Dat is een bruid van Christus. Die zal straks uitgekleed worden. En dan zal het laatste stukje van de schande eraf gaan. En dan zal ze zich mogen baden in de waterfontein van de schuldvergevende genade Gods. En dan wordt ze straks overkleed met het bloed van Christus. En dan krijgt ze straks de eerkroon op het hoofd. En dan gaat ze met de mantel der gerechtigheid naar huis. En dan zal ze het uitzingen door u. Door u om het eeuwig welbehagen. Zie je die vrouw, meisjes? Zou je er plekje met haar willen ruilen? Moeder in de kerk. Zou je willen, nee, niet dat je zo schuldig was, maar dat je zo gelukkig gemaakt werd door die gezegende borgkom. We vragen het eens aan die vrouw. Vrouw, ben je gelukkig? Vrouw, is er jouw één ding dat naar God en naar Christus vraagt. Weet ge wat ze dan zegt? Zie niet op mij. Straks als ze aan de voeten van hem gezeten is en ze is onderwezen, dan zegt ze: gij zijt een profeet. Ziet een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. En nou gaat het daarover. En daar moet ik nou over preken vanmorgen, geliefden. Als ik over die vrouw moest spreken, dan geloof ik dat het nog een heel gangetje gewoon gaat, maar dan moet ik over onmogelijke dingen spreken. Ik moet gaan uitstallen de schoonst onder de mensenkinderen. Ik moet u voorstellen de parel van de hoogste waarde. Ik mag u stellen, geliefde, de schat die in de akker verborgen is. Ik hoop maar één ding, dat er vanmorgen een onbekeerd mens in de kerk zit die net zo slecht is als die vrouw nog slechter. En die zo'n begeerte krijgt, dat die straks zegt: o God, geef me dan één teugje van dat water, dat uit het binnenste van die borg voortvloeit. Wat zou je gelukkig wezen, vader, hè? Je hoeft niet zoveel over. Al had je dan één emmertje vol, wat zeg ik, vol is vol, hè? Al was het dan een vingerhoed vol, geput uit de waterfonteinen van de eeuwige, ondoorgrondelijke liefde Gods. Weet u wat er boven staat? Ziet u die borg? Ziet u hem, geliefde thee? Ik ben ervan overtuigd dat zo min als die vrouw hem gezien heeft. Zo min ziet u hem en zo min zie ik. En zo min als die vrouw begeerte gehad heeft om hem te bezitten. Want denk er goed om, die vrouw is er niet gekomen opdat ze Christus zouden ontvangen. Mag ik het je zeggen? Ze is er gekomen, is er eigenlijk een beetje van geschrokken. En laat ik het je nog anders zeggen, met de neus opgetrokken. Wat is dat voor een vreemdeling met geen... Eén begrip, dat is mijn hart en dat is uw hart. Zijt van mij, want in de kennis uw weten, ik heb het immers dit. Met een afgrond van de gruwelijkste spot tegen Christus en al wat van hem is. En weet u wat nou is? Ik walg van hem. En hij walgt van mij niet. En dat is het wonder
van vrije gemaakt. En hij moest door Samaria gaan. Waarom? Waarom moest hij nou dat uurtje daar naar de weg van Damascus gaan om de ladder van Paulus in tweeën te breken? Waarom moest dat nou? Waarom moest hij toen precies in dat schuurtje wezen? Waarom moest hij in dat keukentje zijn waar ik stond? En waarom moest hij nou op de zolder wezen? En waarom moest hij nou in die kerker zijn bij Manasse? En waarom moest hij nou bij Efraïm zijn? Kunt u daar antwoord op geven, moeder? Omdat ik naar hem gevraagd heb, oh mijn zwijg. Ik heb nooit naar hem gevraagd. Hij heeft gezegd, ik ben gevonden van degenen die niet naar hem zochten en die niet naar hem vroegen. Waarom moest hij dan wel? Omdat hun vader hem roept vanuit de eeuwigheid. Daar heeft God de Vader zijn hele kerk aan zijn zoon laten zien. En toen heeft hij gezegd, ziet mijn zoon, hier heb je ze, Manasse. Hier heb je Efraïm. Daar heb je die goddeloze vrouw. Daar heb je ook de moordenaar aan het kruis. En toen heeft die borg, die vrouw gezien die hij nu ontmoet. Die schuldige vrouw met die gapende afgrond van schuld. En weet je wat ik niet kan begrijpen, moeder? Daar is hij verliefd op geworden. En daar heeft hij zoveel liefde toegekend in de eeuwigheid, dat hij tot zijn vader gezegd heeft, vader. En nou zijn de snoeren mij in liefelijke plaatsen gevallen en een schone erfenis. En dan moet je jezelf leren kennen. He. Als zo'n vuile, goddeloze erfenis met zo'n opstapelende schuld van binnen, dat hij zegt, en nou een schone erfenis is mij ten deel geworden. En toen heeft zijn vader gezegd, mijn zoon, wil je die bruid hebben tot je vrouw? Wel nu, mijn zoon, dan moet je er vooraf dalen vanuit de hemel naar de aarde toe. Dan moet u naar de kribbe van Bethlehem. En dan moet u ze opzoeken waar ze verloren ligt. In de schuld en in de zonde. Dan moet u ze opzoeken met haar watervat in de handen. Met haar vuile kleed onder schouders. Met haar loshangende haren. En toen heeft de borg gezegd, vader, dat wil ik. Zie, kom om uw wil te doen. Ga nergens anders over, geliefden. Om het welbehagen Gods te gaan volbrengen. En hij moest. Hij moest door Samaria gaan. Waarom? Als de Heere wat moed gelieden, hè? Als de Heere vanmorgen hier door het kerkje heen gaat. Kijk, dan gaat het hem niet over de hele schare. Dan gaat hij er zo doorheen en dan gaat hij bank voor bank voorbij. En dan is het hem te doen om één. Kijk, dan gaat de Heere. En ik heb het goed gelezen, dacht ik. Ik dacht dat ik een andere bril op had. En ik dacht dat mijn bril toch een beetje er goed doorheen kon kijken. Hij verlaat het godsdienstige land. Goed onthouden hoor, streep eronder zetten. Hij verlaat de godsdienst. En laten we zeggen, hij verlaat het gereformeerde gemeentekerkje van de hoek van de Zingel. En dan komt hij bij de lichte zeden straks op de markt. En dan haalt hij er zo'n goddeloze wicht uit met een lange broek gelieden met opgestikte lippen. En wat zou je ervan zeggen als die straks naar de hemel gaat en u met je zwarte pakje straks naar de hel toe? Wat zou je ervan zeggen? Eerlijk vader, wat zou je ervan zeggen? Zo is toch het vrij. Hij moest door Samaria gaan om die ene, om die rottenap. Laat ik het maar zeggen vanmorgen zoals het in mijn hart komt, al is het geen kanseltaal. Ik dacht dat de boer van Tekoa ook geen kanseltaal had toen hij zei, gij stieren, gij koeien van Azan. Wel nu, dat wijf, daar komt hij op. Die slet waar niet één zich mee wil bemoeien en hij zegt, kijk, daar kom ik nu voor. Dat is mijn kind. Dat is mijn uitverkorene. Dat is het liefste wat de vader heeft. Dat is
die straks uit de woestijn klimt, met een duif door het zilverwit bekleed met reine klederen, om God even groot te gaan maken. Hij moest, kijk. Waarom moet ik nou hier vanmorgen over preken? Waarom nou? Het gaat over één mens, hé. Het gaat niet over de scharen, het gaat over één mens. Zeg, mag ik eens vragen vanmorgen, zit die vrouw hier ook in de kerk, hè? Ja, jongens, meisjes, is er hier... Zit dat meisje hier, met dat verwilderde bestaan van binnen? Zit er hier iemand in Samaria? Zit er hier iemand die moet zeggen, oh God, de afgrond, die roept tot een afgrond. En dat bestaan van binnen, dat goddeloze, dat doemwaardige bestaan. Zit die hier vanmorgen? Het gaat niet over de grote massa. Het gaat over iemand die vanmorgen met een kruikje op de schouder, laat ik het maar zeggen, met heel je bestaan, met al je vragen van de week, met al je moeilijkheden, met heel je verzondigde leven, die hier vanmorgen naartoe bent komen zitten, zonder dat er nu ene vraag in uw ziel was. En nou zit u hier en u luistert maar half en u hebt uw watervaatje, dat hebt u op de schouders, u hebt je watervaatje, je hart van binnen, en nou komt de Heere, die komt voor die ene. Hij moest, dat is niet een makkelijke weg geweest, hoor. Hij moest, we gaan het even lezen. En hij moest in Judea, nee. Hij moest in Samaria zijn. Weet je wie daar wonen? De honden. In Samaria, dat is zo'n onheilig volk. Dat is het volk dat er niet bij hoort. En als nou de Joden kwamen, de vrome Joden. En die vrome Joden, ik dacht dat ik ze ook een beetje in het kerkje heb. Die vrome Joden die gaan niet door Samaria, maar die vrome Joden die gaan er nou zo'n beetje precies omheen. Want stel eens voor dat ze er voet op dat vuile land zetten. En stel eens voor dat ze de kruk van die deur nemen en ze komen in zo'n vuil huisgezin. En stel dan nog eens voor en ze zouden met zo'n vrouw van lichte zeden en ze gesprek aanknopen. En daarom niemand. Hij wel. Hij verlaat de godsdienst. Hij zet reine voeten op een onrein land. En hij neemt die onreine kruk. En hij gaat precies daar waar niemand is. En dat wou ik u nou zeggen vanmorgen, jongens. Hij moest door Samaria gaan. Zeg, daar woont u ook, hé. Ik dacht dat u er ook woonde. Kijk, ik kan mijn huisgezinnetje wel een beetje opschilderen. En dan heb ik er van die mooie plakkaatjes boven. Hè. Ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen en vrezen. Hè. En dan heb ik een huis en dan ben ik gedoopt en ik heb belijdenis gedaan. Ik zing zo graag eens een psalmpje dopen. Ik zit met mijn oudvader zonder mijn arm. Hè. Kijk, en dan gaat de Heere juist die woningen voorbij. En dan pakt hij de krukbeet van een deur waar iemand achter zit die zegt, weg van mij. Want in de kerkuberwegen, ik heb er geen lust in. En zegt de Heer, die zegt, ik moet heden in uw huis zijn. Jongens, meisjes, de Heer die staat aan de deur en hij klopt en hij zegt, heden moet ik in jouw huis zijn. Ik moet in uw huis zijn. Ik moet daar wezen. Waar schuld te vergeven is, hij moest. Dus, met zijn reine voeten wordt hij onrein. Met zijn reine handen wordt hij onrein. En hij komt bij die vrouw. En weet je wat nou het wonder is, moeder? He? Die vrouw heeft niet gewacht, hè. Je hebt tegenwoordig zulke lieve bekeringen. En die zeggen, oh, dominee, ik zit er al jaren op te wachten. Die vrouw had er nooit op gewacht. O, dominee, ik schreeuw al nacht en dag. En ik zeg, o, Heere, die vrouw niet. En ik geloof dat elkeen die God vreest, die zegt, ik ben gevonden van degene die naar me niet vraagde. Weet u wat het wonder is? Jezus zit te wachten op
deze vrouw, met eerbied gezegd, Christus die zet zich in dat land en hij wacht. Hij wacht op de slet die uit Sigar komt. Een moeilijke reis, heb ik u gezegd. Hij is vermoeid. Kun je dat verstaan, moeder? Een vermoeide borg. Waar is die nou zo vermoeid van, dacht ik. Hè? Zeg, luister, zou je dat kunnen zeggen? Waar is nou de borg van vermoeid van? Ik geloof dat je het een klein beetje begrijpt, is niet, moeder? Zet, gij hebt mij moeite gebaard met uw zonde. Nou is de borg vermoeid van mijn zonde. Nou is die vermoeid van mijn godsdienst. Nou is die vermoeid van zijn zoeken en zijn vragen. En omdat ze zeggen, ik wil niet dat ge koning over me zijt. Zeg, hoe lang is nou de borg al vermoeid om uwentwil? Hij is vermoeid, waar moet hij rusten? Hij mag rusten in het hart van God. Dat is die waard. En hij rust niet in het hart van God. Weet je waar die rusten wil, moeder? Zullen we dat saampjes een keer overleggen, zeg. Waar wil nou de borg rusten die zegt, bij deze wil ik wonen. Die van een verbroken hart en een verslagen geest is. Ach, ik wou dat ik preken kon, hè. Ik zeg wel eens, ik breng er hoe langer hoe minder van terecht. Maar ik wou dat ik zo preken kon dat ik zei, lieve mensen, hij wil rusten aan een hart vol schuld. Hij wil rusten in een ziel die nooit naar hem gevraagd heeft. Zeg, luister nou eens, is er nou in de gemeente niet één die het kleinste plekje in zijn ziel heeft, dat de borg nou zou kunnen rusten in uw hart? Wel nu, hij zit aan de waterfontein en hij is vermoeid en hij wacht tot er één komt. Wil je wel eens geloven, zeg? Wil je wel eens geloven dat ik wel eens teleurgesteld ben? Ik krijg het de laatste tijd echt niet makkelijker, hoor. Nee, eerlijk niet. Ja, nou ben ik maar een mens niet. Ik ben maar een preker ook. Maar ik zit wel eens te wachten of er nou in de gemeente één zucht is één. Of ik nou in de gemeente één mens hoor die zegt, mijn ziel schreeuwt. Mijn ziel schreeuwt. Dan ben ik wel eens teleurgesteld, hè. Je moet heus niet denken dat ik altijd zondag zo makkelijk naar huis ga, hoor. Want ik schep het er soms zomaar af, hè. Dan zeg ik het een brok onverschilligheid. Maar waar zit nu die mens die schreeuwt? Die verlangt met een heilige ontroering. En dan moet je eens gaan denken, als ik dan wel eens teleurgesteld naar huis ga, wat denk je dan van de borg? Als die nou zo zijn wandelingen in het kerkje maakt en die zegt, vader, ik heb mijn voetstappen in het kerkje gezet van de gemeente van Drachten en ik kwam er en er was er niet één. En dat is wat. Dat de borg onverrichter zaken straks naar huis terugkeert en hij zegt, vader, er was er niet één die me nodig had en er was er niet één die naar me vroeg. De borg wacht en hij heeft dorst. Dorst, och, mijn lieve vriend, denk je dat die dorst heeft naar dat water wat er bij hem is? Heb die geputsemmer voor nodig, hoor? Denkt hij dat hij water nodig heeft uit een put die zoveel meter diep is? Ach, als hij het gewild had, had hij gezegd, hier brengen het beste. Weet je waar die... Zeg, weet je waar die dorst nou heeft? Naar die vrouw. Jongens, weet je waar die dorst naar heeft? Hij heeft dorst naar de schuld van een mens. Hij dorst naar ene zondaar. Hij dorst naar een gesprek met die zondaar. Hij dorst om met die vrouw in contact te komen. En nou zit hij en dan laat hij het watervat staan. Hij vraagt niet meer naar aards water, maar hij vraagt naar ene zondaar. Lieve gemeente, luister eens. Is er nou één die dorst heeft? Is er nou één die verlangt
Is er nou één die vanmorgen op zijn knieën gekropen heeft voor zijn Betty gezegd heeft, o Heere, mijn ziel, die naar de vrede haakt? Niet één. En dan staat er een borg die zegt, o alle gij dorstigen, kom gij tot de wateren en gij die geen geld hebt. En er komt er niet één. Ik ben ervan overtuigd. Ze hebben het wel eens over die liefelijke harp, hè. Al nam ik nou vanmorgen de liefste harp van de willig. En al tokkelde ik vanmorgen de liefelijkste instrumenten, het liefelijkste geluid, dan ben ik ervan overtuigd. Er wordt niet één bekeerd. Kijk wel, vrome mensen mee krijgen. En al zou ik vanmorgen van de willigen afnemen, de donders van de Sinaï, en ik zou ze laten rollen, gelieden. Ach, heb ik gisteren gehoord, hé. Hoe is je hart eronder, lieve jongens? Hè, lieve jongens, heb je het gehoord gisteren? Klein meisje, de eeuwigheid in, hé. Ik moet je eerlijk wat vertellen. Ik heb vanmorgen gezegd, lieve God, alsjeblieft, als je me niet helpt, want het schokt van ontroering door mijn ziel. Je hart breekt als je een vader ziet die daar staat bij zijn kleine kind dat op. Och, lieve gemeente, wat heb ik je gezegd, eerlijk. Waarom nou dat kleine kind, hé? Misschien volgende week jullie, hè? Ik heb het je wel eens vaker gezegd, maar wat heeft het je nu gezegd? Wie? Wie heeft onze prediking beloofd? Aan wie is de arm des Heeren geholpen baard? Wie heeft lust om de Heeren te vrezen? Kruip ze nog maar eens lekker aan, oh moeder. Kruip je kindertje nog maar eens lekker aan en zeg, oh God, je hebt mijn vee van de stal niet afgehaald. Vader, zul je vanmiddag bij je kindertjes thuis, zul je ze lekker aankruipen? Zeg, oh God, wat nog een eeuwig wonder dat mijn kind niet in de eeuwigheid is, hoewel ik het dubbel waardig ben. En hij dorst. Die vrouw heeft er niks van begrepen, hoor. Net zo min als ik. Denk je dat u de waarheid verstaat? Denk je dat ik de waarheid versta? Ik begrijp van de waarheid net zo min als die dode steen in de kerk. Zo min versta ik de waarheid. Ik versta van God niets en ik versta van Christus niets. Denk je dat die vrouw wat van Christus verstaan heeft? Niets. Ze komt samen met haar vaatje op de schouder. En met eerbied gezegd, ze negeert hem. Ze zegt geen woord. En als Christus niet het eerste woord had gehad, was ze zo met haar watervaatje, was ze zo weer weggegaan. En ik geloof, heel eerlijk, he, ik ben net als die vrouw. En ik heb nooit naar hem gevraagd. Ik heb nooit naar hem gezocht. Mijn watervaatje, ziet u. En of nou een schildersvaatje is, en of nou een winkelvaartje is, en of dat nou een domineesvaartje is, of dat nou een ouderlingvaartje is, mijn vaartje, ziet u. In dat vaartje zit van alles, hé. Hoe kom ik door het leven heen? Vandaag 20 koeien, morgen 30, overmorgen 100 koeien, hè. Mijn vaartje, ziet u. Mijn vaartje is me alles. En ik ga elke morgen ga ik naar het vaartje toe, hé. 4 uur bij de koeienmelken en 7 uur naar mijn dagtaak. En dat is mijn vaatje, dat is morgens op de schouders en dat zet ik s'avonds neer. En als ik dan straks thuis kom, dan heb ik dan midden in de nacht en dan zit ik nog met mijn vaatje op mijn schouders hier. Maar ik heb me nou over God nog nooit bekommerd. Hè? En als slaat God je dood, dan bekommer je over God niet. En als slaat God 10 uit je kinderen, uit je scharen weg, dan bekommer je over God ook niet. Weet je wat op aankomt, moeder? Dat hij de eerste is. En dat hij met haar begint en hij zegt, vrouw, zou je wat water voor me hebben? Heeft de Heer wel eens tegen je gesproken? Zomaar in het natuurlijke leven, want als de Heer begint, dan begint hij met hele eenvoudige dingetjes, vrouw. Zou je wat water voor me hebben? Meer niet. Geef me te drinken. Wat zou je hem te drinken geven? Als je nou vanmorgen vroeg, geef mij te drinken. Wat zou je hem te drinken geven? En dan laat een die laat hem drinken uit zijn doop en een ander uit zijn belijdenis. En misschien zit er hier iemand die zegt, oh God, als ik hem te drinken moest geven. Een put vol ongerechtigheid.
als ik hem te drinken moest geven, een stroom van ongerechtigheid. En dan begint die vrouw, die begint dat te ontwijken, hè. Net zo goed als ik het begin te ontwijken, zeg, hoe, gij die een Jood zijt met een Samaritaan, om dan nou maar niet te zeggen wie ze is, een slet, een hoer, hoe, gij, met mij, daar heeft zij niets van verstaan, daar heeft dat hele sigar niks van verstaan, daar heeft het hele Jodendom niks van verstaan, daar hebben zelf de discipelen niks van verstaan, niets, daar verstaat de dominee niks van. En laten we eerlijk wezen, broeder, daar verstaat een ouderling ook niks van. Daar verstaat alleen Gods volk wat van als God ze het leert. En dan komen we bij de tweede gedachte. Wie is die vrouw? Hè? Wie zou dat wezen, denk ik? Hè? De ene die zegt is dit. Ik hoop vanmorgen in de kerk te zeggen, oh dominee, dat ben ik. Hè? Die vrouw, wie was het? Vrouw had geen naam meer. Hè. Ze hebben tegenwoordig zulke mooie namen, hè, jongens. Jikkie en weet ik allemaal wat ze hebben. En ze moeten allemaal Babylonische namen hebben. Hè. Als de moeder een beetje een rare naam hebt, dan moet je straks naar de mode van de wereld, moet je een beetje een nieuwe naam hebben, een andere naam. Dan klinkt het voor de wereld. Die vrouw heeft geen naam meer. Dat heeft die vrouw verzondigd. Ik heb ook geen naam meer, want als ik lees dat God Adam opzoekt, en er zeggen heel veel mensen dat de Heer tegen hem gezegd heeft, Adam, waar zijt gij? Dat staat nergens. De Heer zegt niet, Adam, waar zijt gij? Want Adam had geen naam meer. Ik heb mijn naam vergooid in de zonde, in de ongerechtigheid. Ik ben God kwijt. En weet je wat het wonder is, jongens? Ik kwam vroeger bij een mensje en die zei tegen me, dominee, ik ben net een stopfles waar zoveel rommel in zit. En weet je wat het wonder is? Dat God de stop er nog een beetje op duwt. Hè? Ik denk aan mijn jonge meisjes in de kerk. Jongens, wees blij dat God de stop er nog wat op houdt. Ik durf niet al. Durf jij dat te zeggen? Durf je te zeggen wat hier zit? Hier? In die rommelhuis hier, hè? Een kooi vol ongerechtigheid. Ik zeg wel eens midden in de nacht, ik zeg, oh God, hou het er alsjeblieft op. Want ik ben wel eens vloekende wakker. U dominee, ben je wel eens, ja man, midden in de nacht, man, ik was in een kroeg en een barman en ik vloek. Hij dat dan nooit gehad? Nee, vrome mensen kennen dat niet. Hè. Maar kijk, als je dat leert, hè, dat je zelfs als God de stok er niet ophoudt, hè, dat dan heel de Satans gebroed dat het eruit bruist. Hè. Kijk, die vrouw, hè, daar is de stop afgegaan. En toen de stop eraf ging, moet je altijd goed onthouden, lieve jongens. Als de stop eraf gaat, hè, dan is er geen houden meer aan. Hè. Die stop is eraf gegaan en toen is die vrouw, die is terechtgekomen op de vlakte. En toen is ze geworden, nou ja, laat ik het maar zeggen, een hoer. Hè, geworden. En daar wou niemand zich meer mee bemoeien. Als ze vanmorgen in het kerkje zou komen als laatste en de deur zou opengaan en ze zouden tegen je zeggen, schuif even in, dan zou je zeggen, joh, twee banken verder is nog een plekje. Of je zou misschien zeggen, achteraan op een stoel, misschien achter op een stoep. En nu zegt de Heer, die trekt ze naar het middelpunt toe en zegt, en dat is nu mijn kind. Die vrouw. Wie is het die het vatten kan vanmorgen? Dat de Heer dorst naar die vrouw. En dat de Heer dorst naar de schuld van die vrouw. En dat de Heer zegt, en dat is nu mijn uitverkoren vat. Die vrouw komt. En er is toch één ding wat me aanstaat. De tijd staat erbij, hè. Het was de zesde uren, dacht ik, als ik me niet vergist heb. Het was omtrent de zesde uur, ja. Zeg, wanneer hij God jou bekeert, zeg. Hoor, wanneer hij... Wanneer is de Heer hier te sterk geworden? Moet je toch weten, hé? Als het werkelijk gebeurd is, toen heb ik op de klok gekeken. Toen heb ik de klok erop gelijk gezet. Het was de zesde uur. En het was bij een ander de tiende uur. Maar dat kan niet missen. Als God eraan te pas komt, dan weet hij precies uit welke nood en dood of hij verlost is. En het was de zesde uur. En het was nog een uur. En het was heet op de dag ook. En er ging niet één uit. Nee, dat is net... Ja, och... Ik wou dat weer een beetje preken kon. Hè. Kijk, de anderen die gaan allemaal uit op de gewone uren. Hè. Het volk van God gaat altijd op een andere uur uit.
Die vrouw die gaat naar die waterfontein en er is nou net niet één, hè. Dat is altijd waar, hoor. Als God komt, dan ben ik alleen met hem. Dan wordt het een persoonlijke zaak. Zie u het, hij moest door Samaria gaan. Daar woon ik ook een beetje. Jongens, weten jullie wat betekent sigar? Sigar betekent leugen. Ik ben een leugenaar, hè? Een leugenaar, ja. Alles liegt. Dat zwarte ding, dat liegt ook, hè? Dat is maar camouflage, hoor. Dat preekje dat ik vanmorgen doe, bijvoorbeeld, en het Heer is een zegen in jouw gebied, dat is allemaal leugen, hoor. Dat allemaal wat ik vertel aan mijn kinderen, dat is allemaal leugen. En of ik nou de waarheid spreek, is nog leugen. En die traan in mijn ogen is leugen. En al wat ik zeg, dat is leugen. En al wat ik bedoel, dat is leugen. En al wat ik naar voren breng, daar zet God het stempel op. Leugen! Hebben ze dat wel eens tegen je gezegd? Zeg, als je op je knieën lag, hè? Zeg leugenaar, houd er maar mee op, was niks van waar, hoor. Hebben ze dat nooit tegen je gezegd? Hebben ze nou nooit tegen je gezegd, als je met de Bijbel in de handen zat, dat de duivel een bruid stoel zegt, grote leugenaar, maar houd er maar mee op, man. Leugen. Zij woont in een verleugend dorp, met verleugende mensen, met een verleugend hart, hè. Moesten ze nou vanmorgen niet eens persoonlijk tegen je gaan zeggen? Gij! Moesten ze vanmorgen niet tegen je gaan zeggen, gij zei dat. Die vrouw, weet je wat nou een wonder is? De Heere praat met een verleugende. Met een vuile. Met een hoer. En de Heere zegt, dat is nou mijn vrouw. Dat, mijn bruid. Gewassen, gereinigd. Door het bloed van Jezus Christus. Kijk, en dat wordt een beetje een persoonlijke zaak. Hè? Hij moest door Samaria gaan. Waar is Samaria bij u? Waar ligt dat? Er zijn jongens die weten dat goed. Hè? Die halen de kaarten, die ze leveren uitrollen. Hè? Daar ligt Samaria. Kijk, dominee, daar. En er zijn er ook die hebben het van God geleerd. En die zeggen, dominee, hier ligt het. Hier. Het ligt niet daar, maar het ligt hier van binnen. En kijk, en dan wordt het een persoonlijke zaak. En hij moest. Het is net of ik hoor zingen jullie ook. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, noodruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hem verrijkt met eer en lof naast prinsen plaats. En wereldgroten, Psalm 113, en daarvan het vierde vers. En hij moest door Samaria gaan. En hij gaat de borg, die gaat vermoeid.
die gaat dorstende naar Samaria. En als die dan bij de waterfontein is, stuurt hij zijn discipelen weg. En dan blijft hij alleen over. En dan is er nog niet één. Ze hebben het wel eens over het evangelie van vrije genade gelieden. Het is net eender alsof heel de wereld op Jezus zit te wachten. Hè? Alsof er nooit anders meer een tijd gekomen is. Dat de mens met de handen naar een hemel toe staat uitgestrekt. Kom, Heere toe, kom toch. Het is niet waar, hoor. Dat is ook een leugen. Jezus zit alleen. En er is niet één bij hem. En als er dan één komt, dan blijven de anderen thuis. Ik weet niet of het je opgevallen is dat de Heer precies in dat uur zijn discipelen weggestuurd heeft. Dat waren de vrome mensen. En laat ik maar zeggen, het waren de bekeerde mensen ook. Want ik moet je eerlijk maar vertellen, dat hebben de discipelen niet begrepen. Want die zeggen later, heeft hem iemand te eten gegeven? Daar is niks van verstaan. Dan gaan die discipelen weg, die gaan boodschappen doen. En dan geloof ik vandaag in de dag, ach, ik ben een beetje vreemde eend dan wel eens. Dan zeg ik wel eens, de hele wereld die is aan boodschapjes doen. Hey. De godsdienst is met elkaar aan boodschapjes doen. En misschien hoort u er ook een beetje bij, hè? Wat is boodschappen doen, dominee? Dat is een beetje inpakken en een beetje uitpakken. Nou ja, dan kom je in de kerk en dan... Dan ben je een beetje erbij, hè. Dan zie je of de dominee het goed inpakt en of hij het goed uitpakt en of hij het wel goed in elkaar gevouwen heeft. Is niet waar boodschapjes doen, hè. Zo zijn we allemaal een beetje aan het boodschapjes doen. En terwijl die discipelen aan het boodschappen doen zijn, daar zit die vrouw, die komt eraan in een ongewoon uur. Niemand wil haar ontmoeten en niemand wil met haar spreken. Wel nu, de kruik van de schouder af, zeg. Is jouw kruik ook alles van de schouder afgegaan, mijn vriend, hè? En dan komt die kruik, die komt daar te staan. En dan ga je tenslotte, dan ga je zo luisteren. Dan denk je niet meer over je watervat. En dan denk je niet meer over je kruisje, vader. Hé. Ik heb er ook één, heb er ook één. Ik zit heel dag met dat watervaatje zitten. En dan heb ik hier een kruis en dan heb ik daar een kruis, hè? Dan zit ik allemaal te praten over dat watervat. Dan heb ik hier eens pijn en dan heb ik daar eens pijn. Laat we eerlijk wezen. En dan heb ik het over mijn moeite in mijn huisgezin. En dan heb ik het over mijn verdriet. En dat ik zo'n zwaar leven heb. En dat ik er zo moeilijk door moet. En dat God me zulke harde klappen geeft. En dan zit ik maar bij mijn watervaatje te roeren. Hè. En er een die zit in een vroom vaatje te roeren. En een ander die zit in een goddeloos vaatje te roeren. Maar nou dat watervat is van de schouder af. En dan staat er, en de vrouw die liet haar watervat staan. En dan hoop ik dat je vanmorgen uw watervat dus thuis gelaten hebt. En dat je niet meer roert in dat water, maar dat je dus aan zijn voeten terechtkomt. Die vrouw die komt aan zijn voeten terecht en dan begint dat gesprekje. Onderwijs noemen we dat. En dan geloof ik tegenwoordig dat we dat onderwijs dus goed ter harte moeten nemen. Dat begint. Waar begint nou dat onderwijs mee? Zeg, waar is nou bij u begonnen? Hè? Waar is nou bij jullie begonnen, jullie leven? Het begon zo heel eenvoudig als God bekeert. Het begint zo eenvoudig in moeder. Hij begint gewoon met water. Mooie aanleiding, vrouw, geef mij te drinken. En dan begint het gesprek, dat begint op gang te komen en dat begint. Hoe u mij water, vrouw. En dan begint het geestelijke door te schemeren. Vrouw, als je het water kende en de gave, God zei dat geestelijke water. Die vrouw geen verstand van, oh, die had geen verstand van Jezus. Die vrouw die had geen verstand van schuld en die vrouw had geen verstand van zonde. Die vrouw weet niks. Tegenwoordig weten ze alles, hè. Je hoeft de oudvaders maar open te slaan, dominee. Hier staat het, zo gaat het, hè. Die vrouw weet van niks. Die vrouw weet van niet hoe Christus erin toegepast moet worden. En die vrouw die weet niet van de deugde gods. Kijk, als God een mens gaat bekeren, dan weet hij alleen maar wat hij is. Verder niet. Vrouw, als je de gave gods kende, en dan maakt hij er hart. Maakt die jaloers en dan doet ze nog een misse slag ook. Och,
Hoeveel missenslagen heb je in je leven gemaakt? Die vrouw maakt zo'n grote kapitale missenslag. Dan zegt ze, heren, je hebt nog niet eens een emmer. En je hebt niets om mee te putten. En zegt, heren, dat bedoel ik niet, vrouw. En dan gaat de heren, die gaat dat net aanleggen. Hè? Ik heb vroeger met mijn vader eens wezen vissen. En dan gingen we zo de netten uitzetten. En als dan de netten uitgezet wierden, dan gingen ze zo met zo'n lange stok gingen ze er doorheen en dan moest hij ze achter najagen om ze tenslotte in het net te vangen. En dan proberen die grote kuiers, die proberen eromheen te zwemmen. Kijk, dat probeer ik ook een beetje, jongens. Ik probeer. Ik probeer er een klein beetje omheen te zwemmen. Voelt u wel? Ik probeer om het net van vrije genade heen te komen. En dan eronder door en dan erboven door. En dan probeer ik het woord krachteloos te maken. En dan in ene keer. Gevangen, vrouw. Roep uw man. En kom hier. Vrouw. Uw man. Wie is uw man? Je moet toch een man hebben in het leven, is het niet? En dan bedoel ik het een beetje geestelijk, hè? Vrouw. Roep uw man en kom hier. Er zijn twee mannen uiteindelijk. Hè. Of uiteindelijk die vrouw die zegt vijf. Hè. Of Christus vijf. Hè. Maar als het erop aankomt zijn er twee. Hè. Mozes of Christus. Roep uw man en kom hier. En dan zijn er heel veel mensen die zijn met Mozes getrouwd. Hè. Die beminnen Mozes en die begeren Mozes. En die helpen Mozes en die sterken Mozes. Kom hier met uw man. En nou komt die vrouw tenslotte die zegt, heren, ik heb hem niet meer. En ze was eerlijk en niet eerlijk. Want de heren die zegt, die man waar jij op leunt, dat is jouw man niet. En ik geloof eerlijk, als ik het een klein beetje geestelijk mag toepassen, lieve vrienden, er zijn heel wat mensen waar de heren van moet zeggen, die man waar u op leunt, is uw man niet. Uw maker, gemeent dat Christus uw man is en gemeent dat God uw man is, heel eerlijk, hij is uw man niet. En die vrouw die zegt niet dat het niet zo is, tegenwoordig beginnen ze erover te twisten en dan willen ze allemaal vasthouden, allemaal grondjes vasthouden. Je kan het tegenwoordig zo makkelijk krijgen in elke gemeente, je kan het zo makkelijk krijgen. Moet je naar de mond van Jeruzalem spreken, maar nou naar het hart van Jeruzalem. Om te leren op grond van heilige gerechtigheid. Te leren zalig te worden uit vrije genade en gunst alleen. Waar is uw man, zeg? Is dat uw man alleen? Heb je ook nog een andere man? Ik bedoel in het geestelijk opzicht. Als uw man sterft, wat blijft er dan over? Of heb je ook nog een man? En dan moet ik je eerlijk zeggen, lieve jongens. Ik zat te denken weer over dat verdriet hè, van de week. Zo ik niet had geloofd, hè. Voel je het, hè? Als je dus weggenomen wordt, hè. Als je een koe verliest, dan gaat het nog wel, hè. Moet je zo bedenken, dat schaapje waar je bij hebt zit. Moet je zo bedenken. En dan te vragen waar we samen mee begonnen zijn, maar trouwe God. En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb alles horen zingen en ik heb ook geprobeerd om mee te zingen. En ze zeiden van binnen tegen me, het is niet waar, het is niet waar. Trouwe God, ge zei, o God, is niet waar. Ge zei het mij in schild, wat heer, het is niet waar als u God van liefde was, begrijp u het, hè? Ik zit er wel eens mee te praten en mee te twisten en ik ben er niet al. Ben je het er altijd mee eens? Bent u het er mee? Man, als God het er me niet mee eens maakt, ben ik er nog niet mee eens. Ziet ge die vrouw? Denk je dat ik het er mee eens ben, dat God? Ja, zolang als het daar valt, hè, daar ergens in juppen gaat, dan. Dan kijk ik het er makkelijk mee eens. Als de Heere zegt, en gij, hè. Lieve gemeente, ik hoop dat de Heere het een weinig heiligt. Ik heb laatst gezegd dat treinongeluk, hè, dat zijn we lang vergeten. Hè, die aardbevingen waar die stakkers daar over de vloer heen kruipen. We zijn toch al lang vergeten, hè? Ja toch? Die ongelukken die we meegemaakt hebben in het midden van de gemeente. We zijn toch al vergeten, hè? Ja toch, hè? We zijn toch die knepen in de ziel, die zijn we toch al lang kwijt. Of
Of zit je er nog wel eens mee op je knieën en zeggen, o God, als u het me niet leert, ik raak het nooit, nooit meer kwijt. Ik hoop één ding, dat je net als die vrouw dat je een plekje vindt. Dat watervat, hè. Ik zeg wel eens, ik wou dat ik het kwijt was. Dat ik mijn watervatje eens kwijt was. Ik wou dat ik het nooit meer opraapt, hè. Ik zet het daar neer. En ik pak het daar weer op. En ik... Och, ben ik maar weer een toppert, hè. Ik gooi mijn watervaatje ook wel eens bij mijn buurman op het veld, hè. En dan moet ik van schande, moet ik straks mijn eigen watervaatje, moet ik met mijn buurman van het veld afhalen. Ik zit wat te rommelen, glieden met mijn watervat. Die vrouw laat haar watervat staan. En die vrouw die wordt zo heilig... jaloers gemaakt op het onderwijs van Christus, gevangen door hem. En dan luistert ze. Weet je wat zalig worden is, moeder? Dat is leren luisteren. Leren luisteren wat hij zegt aan zijn voeten. Onderwezen in zijn eeuwige liefde. En dan gaan wij weer met elkaar naar huis. En dan hoop ik dat God zelf de stille naprediker is. En als dan Christus wachtte, dan moet je mij maar een beetje vergeten, hè. Ik ga wel eens naar mijn huis toe en zeg ik wel eens tegen mevrouw, ik geloof niet. Ja, wat geloof ik eigenlijk, hè. Soms geloof ik dat ik helemaal niet op mijn plek ben, hoor. Eerlijk niet. Dan denk ik wel eens bij mij, wat doe ik hier eigenlijk, hè. Dan heb ik medelijden met mezelf. Maar dan moet je mij even vergeten. Maar dan moet je op die borg denken. Die borg die daar bij dat watervat zit. En die borg die wacht. En die wacht niet op vrome mensen, maar een borg die wacht op diep ongelukkigen, op mensen die alles kwijt zijn. Hij wacht. En dan moet ik u heel eerlijk zeggen, dan kan ik me soms indenken dat er in den hemel, dat hij tot zijn vader zegt, vader, ze willen niet. En dat hij zegt, slaat ze dood voor mijn voeten, want er is niet één die naar God vraagt. En dan hoop ik toch, dat de koning der kerk, dat hij het u en mij leert om uit genade, uit vrije genade, zalig te mogen worden. Amen. Heere, gedenk ons. Gedenk het woord dat er gepredikt is. Heere, er is veel van de mens bij. Als er nog iets goeds bij was. Zou u dat woord dan willen heiligen? Het implanten in de ziel van een mens. Van een goddeloos mens. Van een meisje of een jongen. Zou u dan dit woord als een haak willen slaan in de neus? Opdat deze en gene vanmorgen heilig verontrust naar huis terugkeert. Wil u stille naprediker wezen. We vragen het van u om Christus willen. Amen. We zingen met elkander uit 72 het 11e versje. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
een kerkblaadje bij de deur. En volgende week zondagmorgen is er leesdienst en zondagavond hoop voor te gaan, dominee Meinders van Ridderkerk. Dan is er doffen. Maandagavond om 19:30, morgenavond is er doopaanvraag in de kerkraadskamer. Vrijdagavond om 19:30 is er een samenkomst van de gereformeerde Bijbelstichting die nog een klein beetje met Gods hulp waakt dat u nog een zuivere statenvertaling krijgt. U moet het onthouden, als de GBS er niet meer is straks, krijgt u geen zuivere statenbijbel meer. Moet u goed onthouden, of u het gelooft of niet. Maar als u deze stichting niet steunt, dan steunt u dus de statenvertaling niet. En dan ben u vijand van de statenvertaling. Maar goed onthouden. Er is een vergadering in Damwoude waarin hoop voor te gaan dominee Wijmalen en ook de heer Bergsma. En dan iets. Woensdagmorgen om 11:00 is er hier rouwdienst. Ik hoop dat je er vrij voor vraagt. Dood wenkt ieder uur. Ik zeg wel eens, we hebben nog geen tijd voor de dood. Hou je kinderen maar thuis van school en zeg maar, het gaat over een zondagsschoolmeisje. Dat mag. En je krijgt in elk geval permissie boven. Ik hoop dat de jongens en meisjes allemaal komen om 11:00 woensdagmorgen is een rouwdienst. En dan wordt de begrafenis gehouden in Jubbega. U moet er niet op rekenen dat u dus een rouwkaart krijgt. Dat we dus zo'n beetje gewoonte hebben. Maar ach, er zijn allemaal zoveel vragen, geliefd. We kunnen het kind niet teruggeven. We kunnen wel op een andere manier nog een beetje helpen. Ik geloof dat een goede verstaander in deze maar een half woordje nodig heeft. Moet ik het zeggen? Tast eens diep in je portemonnee. Hoef je mij niet te geven, maar tast er eens heel diep in. Er zijn altijd nog mensen die om een principiële reden geen begrafenisfonds hebben. Moet ik het nog meer zeggen? Nee, ik vraag niet om hunnentwil, ik vraag het om Gods wil. Ontvangt met biddende harten de zegen des Heren en de genade van onze Heer Jezus Christus en de lieve God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen tezamen. Amen. Heere, en wilt u ons die weg leren die door u bepaald wordt, opdat